Sarah klaar is, kunnen we zo de auto in. Oh, en het is vandaag helemaal niet zo koud. Dat is ook wel eens lekker. Ik had thee gezet. Dat moet Sarah ophalen. En hij is echt heet, maar ik wil hem echt zo graag drinken. Nou, je hoort, het is een remix. Welkom bij de nieuwe vlog. Vandaag is het vrijdag. Ik ben nog helemaal alleen beneden en dat vind ik echt helemaal cool. Ja, dan kan ik me lekker mijn eigen dingen doen. Ik ga aan tv kijken. Ja, zo. Nee, net voor. Zo, heerlijk. Nou, dan hebben we hier dit. En dan gaan we nog een omlaag. Ja, daar hebben we Glee, dat kijken we met z'n allen. Oh, jullie zien het vast niet goed. Nu zien jullie wel, Glee. Daarna staat The Legend of Korra. Dan ben ik aan het kijken, dat is met vuurkracht. En nog meer krachten. Daarna hebben we Alice in Boerenland. Ook super leuk. Daarna maken we weer mens. Dat ben ik ook aan het kijken. Dare to 2020. En er was dus leven. Goedemorgen, het is vrijdag. En we zijn aangekleed al. We gaan zo de deur uit. Zeg, is goed, we gaan het aankleden. Ik ga trouwens gelijk mijn outfit laten zien. Want anders ga ik dat weer vergeten. Ik heb deze top aan van Benetton, broek, mango en mijn favoriete laarsjes. En geen sieraden behalve mijn gewoon de ringen die ik altijd om heb. Maar ik ga dadelijk heel veel opruimen en zo op zolder dingen nog uitzoeken. Dus dan vond ik het even makkelijk om geen sieraden op te hebben. Deze ook naar de keuken. Sarah klaar is, kunnen we zo de auto in. Ja, ik ga de vaatwas nog even een stukje uitruimen, want die is gedraaid vannacht. Must be the reason why I didn't know. Ik ben weer thuis. Sarah is aan de schoolwerk bij oma. Oh, en het is vandaag helemaal niet zo koud. Dat is ook wel eens lekker. Ik ga eerst thee zetten en dan ga ik beginnen aan de zolder. Eerst even beginnen met een lekkere gezonde lunch. Ik heb er een beetje een rommeltje van gemaakt, maar we gaan dit allemaal uitzoeken. Nu even tijd voor een lekker soepje. Dit is weer allemaal weg uit de kamer. Ik had thee gezet. Dat moet Sarah ophalen en hij is echt heet, maar ik wil hem echt zo graag drinken. Maar hij is echt heet om snel te drinken en ik moet echt de deur uit. Echt. Ja, echt weer iets voor mij. Ik heb Sarah opgehaald, maar mijn ruit is zo beslagen. Dat is weer heel rustig in de straat. Ik zie al iets erdoor. Als ik rijd, dan gaat het slaan sneller weg. Dat gaan we zien weer. Dit liedje ken jij helemaal niet, hè? Echt? Nou, je hoort, het is een remix. Iedereen houdt van toe. Sarah ligt op bed. We hebben dus al gegeten en alles. Marco is even snel naar hem toe. Dus ik zet even thee. En dan ga ik even snel editen. En als het goed is, is het nu niet heel lang weg. Dus ik hoop wel dat ik klaar ben voordat hij terug is eigenlijk. Dan kunnen we even Pinoza kijken. Echt. Hoe verder je erin zit, hoe liever ik wil weten hoe het eindigt. Maar ik ga over Pinoza verder ophouden. Oh, weekend. Ik ben wel even blij dat het even 2 dagen geen homeschool is. Vandaag ben ik er natuurlijk wel onderuit gekomen. Maar toch, even geen school. Heel fijn. Het is echt wel een dingetje. Ik vind het heel fijn als mijn kind thuis is. En werken en dingen doen ondertussen vind ik niet erg. Maar die dingen gecombineerd met homeschool is echt wel
anders. Zeg maar, dat is een stuk lastiger, zeg maar. Dus ik kan niet wachten tot de scholen weer open gaan, echt. Vakantie mogen echt voor mij eeuwig duren, maar homeschool liever niet. Oh, dat vergat ik nog bijna. De picknick komt ook nog zo, dus... ik hoop dat ik voor beide klaar ben. Dan kan de computer al renderen. Maar ik weet niet of ik dat ga redden, want die kunnen over 20 minuutjes al komen. En ik moet de laptop zelf nog opstarten. Dus dat gaan we zien. Ik ga in ieder geval gelijk aan beginnen. En dan komen zo de boodschapjes weer. Ik zet het renderen aan. Val de bank aan doen. En ik hoor Marco echt binnenkomen in de gang. En de picknick is ook nog niet geweest. Dus ik heb het gewoon gered. Yay! En we hebben weer heel veel boodschappen. Wat sta je te doen? Ik sta te kijken. Je staat te kijken naar La. Ja. Wil je hier boodschappen? Gaan we even allemaal opruimen. Marcus naar bed. En echt de ene laatste aflevering gezien. En ik wilde zo graag de laatste nog zien. Maar ik heb echt een enorme opruimbui. Dus ik ga vast even wat spullen van boven pakken. En dan kan ik daar morgen gelijk mee aan de slag. Ik ga het nu niet allemaal doen. Maar ik denk als ik het klaarzet, dan heb ik het voor nu in ieder geval even uit mijn systeem. Ik heb heel veel dingetjes klaargezet. Hier op tafel, doos, alles. Ook gewoon echt schoonmaaktukjes op tafel gelegd. Want ik wil even dit tv-kast doen. Maar daar heb ik nu geen zin in. Dus ik ben heel druk bezig geweest met allemaal zo dingetjes voorbereiden. En nu ga ik lekker wat vroeger dan de voorgaande dagen naar mijn bed. Grappig, eigenlijk is het nu weekend. Zou ik dus later moeten gaan. En dan ga ik nu vroeger. Het is nog niet heel vroeg. Maar ik wil de vlog dus nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!